Dag Martin. Hey, de John. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Werkt het of niet? Het programma waarin John Swaap van Brons Magazine en Martin de Winter van Hoogra de gekste, leukste en origineelste promotionele artikelen testen. En het draait natuurlijk allemaal om de vraag, werkt het of niet? Hoe is het, jongen? Goed om je weer te zien. Nou, wat heb je bij je deze keer? Deze keer iets heel romantisch. Voor de kerstdagen. Oké. Voor je thuis. Dat heet de Playbulb Candle. Playbulb? Ja, het klinkt een beetje gek. Ja, het is gek. Inderdaad wel bijzonder. Ja. Maar het is in ieder geval iets heel romantisch. En ik denk dat je met de kerstdagen er heel gelukkig van wordt. Het is een soort licht. Een kandelaar. Ja, een kandelaar, maar die continu van kleur kan veranderen. Een moodlight. Moodlight. Ja, die dingen koop je toch voor een euro bij de actie, man. Ja, maar deze, die kan je met je telefoon, via Bluetooth, kan je hem continu veranderen. Afstand. Dus als jij denkt, nou, het gaat niet goed genoeg of het is niet romantisch genoeg, kan je even een kleurtje veranderen. Oh, dat is op zich wel geestig. Dat doe je gewoon met je iPhone? Dat doe je gewoon met je iPhone. Hoe? Pak je iPhone. Goed, mijn iPhone. En dan? Nou. Zit er nog een gebruiksaanwijzing bij of moeten we het zomaar bedenken? Het staat hier wel een beetje op, hè. Download the smart app to enjoy an advanced light control experience. Ja. Daar gaan we smart app. Je moet eerst Playbulb even opzoeken. Oh. Ja. Playbulb. Zoek. Ah, dat lijkt erop. Open. Device. Playbulb, candle, connect. Moet die aan of zo? Ja, die moet aan. Ik zal hem even aandoen. Er zit zo'n knopje hier in het midden. Zo'n knopje. Dus goed. Gaat die branden. Connect. Hé, dat wordt spannend. Gaat ook best snel. Doet hij. En nou hebben we hier het kleur gebeuren. Ja. Hé. Groen. Rood. Hé, wat geestig. Hey, het doet het wel, hè? Ja, hè? Er zitten ook allerlei nog effectjes in. We kunnen hier flashing, pulse, rainbow, andere rainbow. Maar volgens mij met het knipperen kun je ook rustiger zetten. Of dat klopt. Er kan ook nog ietsje slow. Ja. En dan heb ik ook nog een candle. Grappig. Oh, dan kan je ook de kleur nog kiezen van de candle. En weet je wat grappig is? Je kan er eventueel meerdere candles opzetten op die app. Kijk, dat is heel eenvoudig. Device. Ja. En dan ga je naar group. Dus als we er nou meerdere hebben, dan denk ik dat je er ook meerdere vanuit je app kan bedienen. Oh, dat is wel handig, ja. Ik heb er maar één gekregen van jou. Dat snap ik dan ook wel weer. Daar kan je toch uren mee spelen. Eindig maar op oranje. En vandaar natuurlijk die naam Playbulb. Het is wel geinig. En het is natuurlijk ook best wel safe. Het is safe. En je kan je naam erop bedrukken. Ja. Dus dan denk je aan prompts, de hele. Ja, ik weet niet of het daar nou per se romantischer van wordt, John. Nou, om nou de hele tijd aan prompts te gaan liggen denken. Dat draai je op een romantisch moment. Dat weet ik niet. Dat draai je. Ja, dat zou ik dan doen. Maar op zich een hartstikke leuk ding. En ik wil hem wel houden eigenlijk. Nou, en volgens mij werkt het ook nog best. Het werkt ook goed. John, bedankt voor dit idee, jongen. Graag gedaan. Ik ga erover na.